nog peperkeef of peperkorrels in doen. Ja? You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your beside you, let me always be with you. Ach, kunt u zeggen wie u bent? Aad Hofman. Wat is hier vandaag te doen? Azijn maken, natuur, met kruiden. Er stond iets ook over het verschil tussen kruiden en specerijen. Kruiden zijn voornamelijk natuurkruiden natuurlijk, die ze uit de tuin zelf plukken. Het verschil met specerijen, wat is dat dan? Specerijen zijn nou voornamelijk de peperkorrels en de kruidnagelen, dat zijn specerijen. Is dat omdat het uit het oosten komt? Ja, dat komt uit het oosten. Hè? Wat voor kruiden kunnen er geplukt worden vandaag? Lavas, dat is dat. En salie, en bieslook en wat tijm, wat ze erin kunnen doen. En wordt het een pittige azijn daarmee? Nee, dan moeten ze peper erbij doen of knoflook. En hoe lang moet dat rijpen, meneer? Een jaar bijna, ja. Let me love.